De ontwerpwethoudende wijziging van de wet ter beschikking stellen arbeidskrachten door intermediairs is gisteren in de Nationale Assemblée aangenomen met algemene 38 stemmen. VHP-parlementariër Aziz Kumar Gayadin zei dat deze wet een balans is tussen internationale standaarden en de arbeidsrealiteit in Suriname. ABOP-fractieleider Obed Kanapé hoopt dat deze wet verandering brengt in de realiteit van uitzendkrachten. Zoals ingebouwd een evaluatiemoment, we hopen dat de informatie die we verkrijgen op basis van wat er nu afgekondigd zal worden, dat dat kan leiden tot het beter reguleren van intermediair gebeuren in Suriname, meneer de voorzitter. En we kijken uit naar de samenleving, de arbeiders die nu werken op contract bij multinationals of in bedrijven van Suriname, dat zij blijven rapporteren naar ons als volksvertegenwoordiging, maar ook zich organiseren zoals die wet voorschrijft, meneer de voorzitter. Geen enkele fractie binnen DNA heeft tegen de wet gestemd. NDP-parlementariër Melvin Bouva is blij met de communicatie tussen de overheid en het parlement ten aanzien van deze wet. Er is balans gebracht in de verzoeken vanuit de gemeenschap ten aanzien van deze wet. En we hebben met de aanpassing van wat artikelen in de wet een goed gebalanceerde wet met elkaar kunnen formuleren. En de hoop, voorzitter, dat het beter gaat met de bedrijven in de sector, beter in de totale arbeidssector, maar vooral met de arbeiders die werken. We hopen niet dat ze voor lang uitzendkrachten blijven, maar dat ze met een minimale periode, een maximale periode van 3 jaar, voorzitter, in vaste dienst kunnen worden en hun toekomst kunnen garanderen. Voorzitter. De BEP-fractie stemde voor deze wet, echter onder protest. BEP-fractieleider Ronnie Asabina vroeg bijzondere aandacht voor de handhaving van de wet. Ook de NPS-fractie was niet volledig tevreden, maar stemde voor, gezien het doel van deze wet.